Hallo kijkers van IMT, vandaag ben ik hier weer met een nieuwe aflevering van City Skylines. We gaan even kijken hoeveel boeren we erbij kunnen krijgen of hoeveel farmers. En dit was trouwens waarschijnlijk ook de laatste aflevering van deze serie. Aangezien ik zo ongeveer alles gebouwd heb wat gebouwd kan worden. Alleen eens wat nog niet goed is, is het onderwijs is goed. Op dit punt na hier dan. Die middelbaar. Echt het enigste. De windrichtingen kloppen. Dit is population. Dus vervuilde gebieden. Criminaliteit is gewoon echt heel erg laag. In principe is alles gewoon heel erg laag. De bouwen zijn goed geleveld. De inkomsten zitten hier echt heel veel. Er is ook heel veel water hier. Hey, je hebt helemaal geen water. You don't have any water. No, you do. Oké. Hier moeten we heel stuk travelen. Alleen snow is af en toe hier een struggle. Geluidsoverlast is hier heel erg veel, hier bijna niet meer. Wat is dit dan? Grote mechanica's. Maar bijna niet eens nodig. Alleen die drukte kan ik niet echt goed uitkrijgen hier. Ik wil deze wijken te groot zijn geworden. En hier is het even druk. En hier. Dit heeft vooral mee te maken dat ik een of andere bug hier zit. Dat ik die weg niet zo kan trekken. Gronddichtheid. Tevredenheid. Nou, dat is gewoon echt behoorlijk hoog. Behalve commerciële gebieden dan. Even wat meer omhoog zou kunnen krijgen. Is misschien wat meer werk. Misschien een paar parken erbij. En that's it. Meer kan ik er ook niet aan doen. Tot zover heb ik gewoon mijn stad al uitgebreid. Ja, het is maar wat ik eigenlijk wil gaan doen nu. Ik kan in principe alles gaan doen wat ik wil. Ik kom niet meer te letten op mijn budget, heb ik helemaal niks. Dus voor mij zit ook geen uitdaging meer in. Dus ik dacht dat dit gewoon echt de allerlaatste aflevering gaat worden. Sommige irritante bugs na dan. Die ga ik gewoon niet missen, alleen als kiespijn. The fuck, waarom moet de trein hier remmen? Oké, dat was echt fucking random. Maar oké, wat erbij. Dat is City Skylines. Alles is soms fucking random. En hier mag je helemaal niet bouwen eigenlijk. Nee, dat mag jij niet. Jij hier niet mogen bouwen, ja. Jij hier geen vergunning voor hebben. Wat kan ik nu nog gaan doen? Ik heb dat echt geen flauw idee. Ik kan een nucleaire energie gaan bouwen, maar het risico is als dat kaboom gaat doen, is het hele grote boom. Ik kan een zuiveringsinstallatie gaan bouwen. Dat heb ik ook geen echte ene flikker aan. Op dit moment. Als je ook kijkt. Ja, want ik moet hier gewoon nog onze pipeleiding naartoe trekken. En hij doet het wel. Want hij pompt en hij dumpt. Dat is een hele goede eigenlijk. Voor het milieu. Maar voordat hij stroomt langs deze kant. Dat is het enige voordeel. En mijn garbage is weer vol. Wat is allemaal? We gooien al die mensen toch allemaal weg. Een zak met een gat kun je ook dragen. Ja, natuurlijk kun je altijd alles dragen. Ik ga altijd alles vasthouden. Lekker bij de hand weer dit. De rotonde, jezus. Die loopt echt wel geen ene meter, jongen. Mensen kennen dat dus in de verkeerswereld in deze stad niet. Gewoon niet goed geregeld, dus. Een parkje. Waarom kan ik deze niet plaatsen, eigenlijk? Ik wil hier toch even iets kleins neerzetten voor de mensen. Puur omdat het kan.
En hier wat grotes. Het was groter. Puur omdat ik zoveel geld heb. Ik kan eigenlijk alles bouwen wat ik maar wil. Behalve dat. Dit was 35.000 in één keer. Dat is even net iets te veel. Ik moet toch even weten wat dit ook precies is. Cross Country Skilling Park. Het zegt me in principe ook echt totaal niks. Wat het precies is. Ik kan hem bijna bouwen. Oké, daar hebben we hem. Oh, dit is een soort van kartbaan. Een soort van skibaan, langlauf. Skiachtig, ja, langlauf. Daar lijkt het wel op. Maar langlaufbaan. Ah, weer abandoned. Dat is ook naar kijken. Ik heb in de verschillende regions. Zoals waar ik olie kan winnen. Hoe heet dat? En connectors. Electricity is te voldoende. Nee. Klik gewoon een paar dingen aan, hoor. Ik zie vanzelf wel. Natural. Ook weer een strooi zitten zien. Dus hier achter zit olie. Komt water tekort. Are you kidding me? Dat ga je toch serieus niet menen? En geen energie hier. Oh my god, what is this? Shit. What is this shit, jongen? Moet je nog een beetje olieveld hier neer gaan zetten? Gewoon puur omdat het maar kan. Natural Deceasters. Of hoe het mag heten. Dat is. Ongeveer hier was dat. Niet helemaal precies. Even kijken. Deze was dat. Ja, die kan ik mooi olieveld van maken. Een paar straat gewoon doorheen trekken even. Ik zie allemaal verleidingen aan. Op pijpleidingen. En dan gaat het wel goed. Voor water. En een weg natuurlijk, als kunnen we niet komen. Gewoon een eigen afgesloten dorp maken. Maar natuurlijk ook niet leuk voor die mensjes. Ik wil even laten zien wat ik hier ga bouwen. In deze laatste episode van deze serie. Kan nou niemand hier komen. Dat is wel een nadeel. Een hele leuke lange weg. Ik hoop zo even een snelle weg hiervan maken. Die gewoon letterlijk door het treinspoor heen gaat. Helemaal rechtdoor. Gewoon hierop uitkomt. Hiernaast leg ik er gewoon nog één aan. Echt helemaal zo. Gewoon een heel mooi bochtje daar naartoe heeft. I don't care. Voor nu. Water. Dan kan ik mooi hier vandaan halen. Daar maak ik ook helemaal niets meer uit. Klein beetje energie. Kom helemaal hier vandaan. En bouwen met die hap. Kan denk ik wel even duren. Bouwen, jongen. Bouwen, jongens. Nee, deze. Niet helemaal goed eigenlijk. Nou, helaas willen ze het niet gaan bouwen, vind ik wel jammer.
Maar in ieder geval wel zeggen, bedankt voor het kijken van deze hele serie. En dan zie ik je misschien de volgende keer terug bij een nieuwe serie. Tot dan. Juist.